eerste keer die zo bij de ijs. Meestal laat me weer bij gevoeld toen ik hier aankom. En lekker in Centurion en een goede net nog gehad. Zo, ja, was het echt nog niet goed. Ik weet het, ik heb nog een gespeeld. Voor mij is het dus voor mij een beetje meer rustiger als om met cinema om te beginnen al overseas. Ik moet zeggen zo, mensen is hier achter jou en er staan achter jou. Zo, ik denk ik kan misschien een beetje makkelijker zijn, maar er kan ook meer verwachtingen zijn om het thuis te spelen. Op het einde van de dag is het nog steeds een rooibal wat naar je toe komt. Ik weet dat het een beetje op een groter vlak en ouders is een beetje beter en zo. Maar, ja, ik denk dat je wegspeelt en je zo half alleen. Maar je zoals je nou hier in Zuid-Afrika rondrijdt en zo, al die mensen goed veel als ze voorbij rijden. En mensen zijn een beetje vriendelijker bij die veld, bij die kleedkamer. Zo. Het helpt een beetje meer als je thuis speelt. So, ja, die mensen zijn vriendelijk hier, die mensen kennen ons wel, dus het is blij om een beetje thuis te spelen. Om 60 miljoen mensen gelukkig te houden en goede cricket voor te spelen, dat is een belangrijke ding. En er is baie mensen wat ik denk belangstelling toe. Ja, ik bedenk mijn ma altijd als ik kan gaan golf. Zij zei altijd, zij golf zal met mij, bal voor bal. So, ik hoop die hart en alles hou. Pa is baie rustig, hij zal steeds zo nou en dan als ik iets verkeerd doe, zal hij voor mij een beetje raas. Maar verder moet ik zeggen, ik is bevoorrecht om om een rustige familie te hebben, wat die baie druk op mij zit. En, maar net dat een kat is. En so ek sê, als ik iets verkeerd doe, zal mijn pa maar net mijn zachtjes komen zeggen, moet ik het weer doen de volgende keer. Ik is maar een rustige ook, so ek sal het rustig vat en benaderen. En dan sal sien hoe het gaat.